Ik ga een stapje opzij zetten. Met veel genoegen ga ik u de eerste interviewer aan u introduceren. Oké. Okay. Daar komt-ie. Ben benieuwd. Hallo. Hallo. Jerry Polak. Doen we een hand? Doen we een box? We doen een box. We doen nog geen hand. Lastig met ringen, hè? Ja. Dat is... Leuk. Nou, zeg dat. Ja. Ik wil het met u gaan hebben over de medisch-ethische aspecten van coronamaatregelen. En dan niet zozeer van in het algemeen, maar meer uw eigen afwegingen daarbij. Ja. Daar ben ik in geïnteresseerd. Ja. Dus eigenlijk buiten het wetenschappelijke om, zal ik maar zeggen. Of misschien is het ook wel onderdeel van de wetenschap. Is het eigenlijk iets medische ethiek dat bij de opleiding hoort, tot viroloog of niet? Ja, nou ja, ik ben dierenarts, dus het is veterinair medische ethiek. Ja? Maar voor onderzoeker, iedereen die bij ons binnenkomt, die krijgt cursussen, verplichte cursussen medische ethiek. Dus het gaat echt over wat, er zijn een heleboel regels natuurlijk waar je aan te houden hebt, maar ook... Ja, waar gaan die over? Wat zijn de grondslagen daarvan? Wat doe je wel? Wat zijn je afwegingen? Dus dat speelt absoluut een rol. Ook in welk onderzoek ga je doen? Ook voor dierproeven. Weegt dat wel op tegen het dierenleed? Dus ook dat soort afwegingen. Dus u bent dat gewend vanaf de opleiding eigenlijk om dat soort afwegingen te maken. Over die afwegingen wil ik het ook graag hebben. We zien nu dat we verwoede pogingen doen om de maatschappij weer open te stellen, zeg maar. Dat is natuurlijk altijd een goed moment om terug te kijken. Wat was een moment dat u dacht, Nu gaan ethische overwegingen echt een rol spelen. Wat was een van de eerste momenten? Kunt u zich dat nog voor de geest halen? Er zijn er een heleboel. Maar de eerste, denk ik, een belangrijke vond ik, een hele lastige, die zit niet zozeer bij mij of als in mijn rol, maar dat er toch ongemerkt eigenlijk is gekozen dat er toch een zekere leeftijdsdrempel was en wie naar het ziekenhuis zou gaan, en dat de focus was op de overbelasting van de zorg van het ziekenhuis. Dus de stille afweging die bij huisartsen is gemaakt over wie wordt thuis behandeld, waar ook veel mensen zijn overleden, dat vond ik wel een hele ingewikkelde. Ja, en dat had te maken met leeftijd, zegt u? Ja. En met? Eigenlijk vooral leeftijd en de afweging die gemaakt wordt. Het gaat natuurlijk voor mensen die ernstig ziek zijn. Ja. Hoe groot is de kans dat je op een goede manier door zo'n intensive care opname komt? Hebt u eigenlijk überhaupt niet de indruk dat er te veel nadruk is komen te liggen op het vermijden van besmetting en het vermijden van chaos in de IC's bij het beslissen van wat er moest gebeuren qua medische behandelingen? Ik denk wel... Nee. Nee? Ja. Ik kijk ernaar als het is een van de meest betrouwbare manieren om te meten wat er zich eigenlijk in de bevolking afspeelt. Dus ziekenhuisopnames, IC-opnames, dat kun je meten wat er verder gebeurt. Maar ze zijn wel een graadmeter ook voor wat er allemaal verspreidt. En waar dus ook mensen last van hebben, impact van hebben. Ja. Dus voor mij zijn die cijfers een indicator, zijn niet het hele verhaal. Zeg maar als... Maar ik wil het graag over het hele verhaal hebben. Want het hele verhaal betekende ook dat er heel veel andere zorg niet meer gegeven werd. En uitgesteld. En dat lijkt mij bij uitstek een medisch-ethische beslissing. En dat bedoel ik met alle ballen gingen op het virus, zal ik maar even zeggen. Ja. Dat is uw terrein natuurlijk, het virus. Maar het ging ten koste van heel veel andere zorg. Hebt u dat een moeilijke afweging gevonden? Hebt u er überhaupt over nagedacht eigenlijk? Ja, natuurlijk. Maar dus er zijn dingen die ik privé vind en er zijn dingen die ik als viroloog in een adviesgroep heb gezegd. Nee, maar dus ik heb het nu over uw persoonlijke afweging. Ja, dus persoonlijk even zeg niet... ik. Zeg ja? ik. Ja, precies. Dus wat ik er heel lastig aan vind, ook heb uitgesproken in diverse gremia, is dat het een heel moeilijk afwegingskader is. Dus
biomedische afweging, als je hem zo mag noemen. Van hè, wat doet dat virus, wat is die impact? Dat werd langzaam maar zeker steeds duidelijker. En ook wel dat die, want dat is nog steeds wel zo, dat het een zeg maar een pandemie is met een impact die, nou ja, de vergelijking zit met het 1918 griepvirus. Dat is echt wel heel stevig. Ja. En het is heel lastig om de afweging te maken, wat mag dan nog doorgaan of niet. Ik weet wel dat het lastig is, ja, maar daar gaat het nu juist om. Ja, ja. Wat is dan de afweging? Nou, in deze situatie met een pandemie waarbij, als je geen maatregelen had genomen, we echt 60ers niet meer hadden kunnen behandelen, 50ers niet meer hadden kunnen behandelen, vind ik de keuzes gerechtvaardigd. Want dat is wel. Maar dat is niet de vraag. Hadden we geen maatregelen moeten nemen? De vraag is, had het ten koste moeten gaan van al die andere dingen, van al die andere zorg? Maar ja, elke maatregel heeft een consequentie. Ja. Dus de afweging die had kunnen zijn, moet je misschien een soort cap zetten op hoeveel mensen je in het ziekenhuis kunt behandelen. En dus meer thuis behandelen. China heeft allerlei hele grote ziekenhuizen uit de grond gestampt. Daar is in Nederland niet voor gekozen. Daar ga ik niet over. Maar dat had. Nee, maar ik was al bang dat u een paar keer zou roepen, daar ga ik niet over. En dat begrijp ik ook. Maar het gaat mij wel om of u daar zelf bijvoorbeeld moeite mee hebt. Zeker. Zeker. En welke waarden zijn er dan in het gedrang gekomen bij die beslissingen? Welke waarden zijn er in gedrang gekomen? Nou ja, het recht op zorg. Het recht op toegankelijke zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Dat is, dus je hebt eigenlijk te maken met een schaarsteprobleem. Doordat er, want onze zorg is vrij krap afgesteld. En er kwam een hele bult bij. Ja, dat gaat dus ten koste van iets. Ja, maar ik heb het idee, we hebben het met de schaarsprijs, dat hebben we allemaal gezien. Maar kun je daar, ik weet niet zo goed een ander woord, dus het klinkt harder dan ik het bedoel, maar kun je erachter verschuilen? Of moet je inderdaad iedere keer weer zeggen, ja, op een gegeven moment houd het op, jongens. Ja. En hoe lang blijven we dit doen? En hebt u dat überhaupt overwogen om dat op een gegeven moment te zeggen? Zeker. Ik heb dat voor de uitgestelde zorg wat minder, omdat ik daar ook gewoon weinig van af weet. Dat hebben anderen, dus bijvoorbeeld uit medische hoek, wel echt veel gedaan, ook in de OMT's. Ik vond het ook over de impact op jongeren bijvoorbeeld. Die eigenlijk medisch gezien het minst, niet heel veel last hebben, wel erg belangrijk zijn omdat ze mee verspreiders zijn en daarmee dus ook echt belangrijk zijn in de maatregelen, maar ja, met allerlei mentaal leed. Is het dus ten koste gegaan van de medemenselijkheid? U hebt het nu over de jongeren. Ik zou ook nog kunnen noemen de bezoekersregeling bij de verpleeghuizen. Ja. Het is die medemens. Het heeft een enorme impact. Ja, die medemenselijkheid is een drama. Dat je ouderen ook, zeg maar, niet kon bezoeken, dat mensen moesten overlijden zonder een familie erbij, de begrafenissen zonder. Is het echt ten koste gegaan van de medemenselijkheid? Ja, dat denk ik wel. Had dat anders gekund? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hebt u daar ook niet over nagedacht? Ja, natuurlijk wel. Maar de vraag is, het is ook een pandemie en een crisis die gaande is, die, ja, dat kun je willen stoppen, maar het is ook wel voor een deel een gegeven waar je mee moet werken. Dus in in bijvoorbeeld de afwegingen in het OMT zijn die dingen wel ook besproken. Van hoe bijvoorbeeld het belang van toch openstellen van onderwijs. Kan er iets meer in de verpleeghuiszorg? Heeft er niemand gezegd, hoe kunnen we nou zien of er niet meer mensen straks aan kanker sterven dan aan het virus? Dat ook, ja, zeker. Maar nogmaals, in de piek van deze pandemie kon dat gewoon niet. Nee. Het had wel, u zegt dat dat niet kon, maar waarom kon het niet? Omdat het een stoomwals was die over Nederland en de wereld heen denderde. En omdat we zagen wat er in bijvoorbeeld
Italië gebeurde, waar dus echt die situatie is bereikt van boven de 65, word je niet meer beademd. Zou u vinden dat het weer zo zou moeten? Als er weer een nieuwe pandemie, of deze komt terug, kan allemaal. Zou u vinden dat we het weer net zo moeten doen op dat gebied van de medische ethiek en de medemenselijkheid? Nou, nee. Ik denk dus dat er zitten heel. Dit is, ik denk dat u raakt aan een belangrijk punt van hoe kan dit anders en zo ja, hoe? Ik zou niet zomaar weten hoe, maar ik denk wel dat we dat debat in moeten en dat ook dat onderzoek in moeten. En wat zou uw bijdrage zijn aan dat debat? Ik zit vooral aan de kant van. Ik ben ook met mensen bezig. Ik vind dat er is heel lang gewaarschuwd voor dit soort problemen. En ik hoop dat we van deze les gaan leren dat we er echt serieus naar moeten gaan kijken. Hoe doen we dat nou? En daar hoort dus ook inderdaad. Dit is uitstelgedrag. We moeten er naar gaan kijken. Er moet een onderzoek komen. Dat kennen we. Dat is bijna politiek wat u nu zegt. Nee, maar ja, het is nu ook niet onmiddellijk te veranderen. Het gaat dus inderdaad over hoe kan het anders? Dat is ook niet iets waar ik zomaar de oplossingen voor heb. Maar wat wel mee moet in dat nadenken over hoe richt je het dan in. Kun je de zorg zo inrichten dat die als een bijna een harmonica-model kan werken. Oké, maar dat zal dan duren. Nu komt er straks weer zo'n pandemie. We weten nu wat we weten. We zijn inmiddels voor een groot gedeelte gevaccineerd. Vindt u dat er andere criteria moeten gelden voor wie er opgenomen worden bij de schaarse bedden op de IC, voor wie er zorg is en wie dus ook straks dan weer geen zorg krijgt op andere gebieden? Vindt u dat er andere criteria moeten gelden? Nou, dat vind ik dus een hele lastige. Want dan zeg je, je hebt nu dus die discussie van, nou, dan als je bijvoorbeeld de keuze maakt om je niet te vaccineren, ja, mag je dan geweigerd worden? Ja, ik vind dat een hele lastige. Maar in de schaarste, ik vraag het. Ja, ik vind medisch-ethische kwestie. Nee, ik vind medisch-ethisch niet, want dan. Dus dan moet er maar iemand met kanker dood? Nee. Maar je moet dus zoeken naar. Ja, hoe, je moet vooral proberen te vermijden, voorkomen. Dat is waar al die maatregelen natuurlijk op gericht zijn. Proberen daar toch redelijke keuzes in te maken. Iets anders kan ik er nu niet van maken. Dat zijn de laatste woorden. Dames en heren, Clary Polak. Dank u wel.